Gregory Mertens, 3-3 tegen AA Gent. Een aangenaam kijkstuk, maar ik denk dat je op meer had gehoopt. Ja, ik denk dat we op voorhand hadden gezegd dat we absoluut moesten winnen voor Pleo-Veen. Maar ik denk als je 3 keer achterkomt tegen een goede ploeg als Gent, dan moet je wel blij zijn, denk ik, achteraf dat je mijn punt kunt thuis blijven. Maar. Hoe groot is het geloof in Play-off 1 nog na vandaag? Ja, ik denk dat we realistisch moeten zijn. Het wordt heel moeilijk, want er zijn nog 6 wedstrijden, denk ik. En we moeten er toch zeker 4 of 5 winnen. Dus we gaan er zeker voor gaan, maar het wordt wel moeilijker. Jij zelf speelt prima. Hè. Alexander Scholz is vertrokken, maar je vervangt hem met heel veel bravoure, foutloos. Ja. Daar ben je zeer tevreden mee, denk ik. Ja, ik denk dat ik blij ben met die kans natuurlijk. Ten eerste, ja, Scholz is een goede speler, dus die verdient zijn transfer. Maar ik ben blij dat ik nu mijn kans centraal krijg natuurlijk, wat mijn positie is. En het is wel dat ik wel goed bezig ben, maar ik ga elke wedstrijd opnieuw moeten bewijzen, denk ik. Desalniettemin zijn er wel enkele geruchten dat er opnieuw een versterking op jouw positie komt. Maar je laat zien dat je daar volledig klaar voor bent, hè? Ja, maar ik denk dat het logisch is dat er nog minstens een centrale verdediger bij komt. Want we zijn nu maar met 2 centrale verdedigers en een jonge gast. Dus er moet zeker iets bij komen als er blessures zijn of zo. En ik zeg, het voetbal moet je altijd opnieuw bewijzen. Dus ja, dat is concurrentie is normaal in ploeg als loger, denk ik. Nog 6 wedstrijden. Willen we die waterkans op Play-off 1 grijpen, dan kunnen we best maar winnen aan zee volgende week tegen Oostende. Ja, maar het wordt zeker niet makkelijk. Ook een moeilijke wedstrijd, veel knokken, denk ik. En zeker met Galicios en Odoi die geschorst zijn, wordt zeker niet makkelijk. Maar ik zeg het, we gaan nu zoveel wedstrijden moeten winnen voor Play-off 1. Oké, dankjewel Gregory Mert.